Show. Welkom allemaal bij een nieuw verhaal. Wauw. Oh. Oh, surfen. Ja, dat spreekt me echt wel aan. Die woeste golven. Oh, golven. Dat is nu nog eens iets voor mij. Rustig, gewoon naar het gaatje mikken. En dat is iets voor mij. Oh, speerwerpen. En amai, zo'n aanloop. Ja, ja. Amai. Oh. Broertje Vos, dat is al je tweede reep chocolade. Ja, we zijn echte papzakken aan het worden. Jullie ja? Wat? Zeg. Weet je wat? Ik vond dat die mensen die meedoen aan de Olympische Spelen er zo goed en gezond uitzagen. Zo'n mooi gebouwde lichamen. Ja, wij zouden beter ook elk zijn sport beoefenen. Wij? Ja, wij drie. Welke sport gaan jullie beoefenen? Even denken. Ik wil golfen. Oh, ik wil gaan surfen. En ik chocolade eten. Ah, dat is geen sport, broertje Vos. Oké, dan kies ik voor speerwerpen. Oh. Oh, heerlijk surfen over de woeste golven. Ja, de wind door mijn haren. Ik ben een topsurfer. Oké, maak je klaar om rechtop te springen. 1, 2, 3. Wow! Ja, maar zusje Vos, zo hoog moest je nu ook weer niet gesprongen hebben, hoor. Help, 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 Nathalie! Water, al is het zomer. Oh, kijk al die donkere wolken. Het gaat nu vast regenen. En zeggen dat het nog zo mooi weer was vandaag. Het regent buiten. Je kan echt niet golven. Gelukkig heeft zusje Vos de afgelopen maanden een mega groot kan ik binnen golven. Ja, het is zo leuk. En ik kan binnen speerwerpen. Even herhalen wat ik geleerd heb van golven. Rechte rug. Lichtjes door de knieën zakken. Benen gespreid zoals schouderbreedte. En dan met de heupen zwaaien. 1, 2. Van jou, Louisa. De schuld zo op mij steken? Je moet maar geconcentreerd golf spelen. Terwijl jij de glazenmaker belt, zal ik beginnen speerwerpen. Hallo, met glazenmaker de kapotte ruit? Ja, ja, we hebben een ruit die vervangen moet worden bij Bergstraat nummer 14. Zo, ik ben er klaar voor. Wat? Zo duur? Oh nee, verkeerde richting. Oh, Louisa, ben je oké? Oh, nee. Oh nee, mijn speer is in Louisa's hoofd beland. Louisa, mijn lieve vriendin, wat heb ik toch gedaan? Alsjeblieft, ga niet dood. Je bent altijd ons zonnetje in huis. Ik hou van jouw grote mond, schrille stem en oranje haar.
Je hebt altijd tijd voor een grapje. Je bent gewoon de beste. Laat ik gauw de dokter bellen voor het te laat is. Zo'n mooie woorden. Die hoor ik niet elke dag. Hé, hey, broertje Vos. Ga maar door met mooie woordjes, hoor. En laat die dokter maar zitten. Louisa, je hebt me zo laten schrikken. Ik dacht dat je dood was. Oh, broertje Vos toch. Kijk, die priem zat gewoon door mijn haar. Niet door mijn hoofd. Sorry dat ik je zo laten verschieten heb. Maar ik was anders ook goed verschoten, hoor. Ik was er zelfs van vlogen van. Oef, eindgoed al goed. Maar misschien is speerwerpen toch niets voor mij. En ik ga zeker niet meedoen met de Olympische Spelen. Zusje Vos, wat is er gebeurd? Oh, ik was gaan surfen bij Nathalie. Maar ik ben meer in het water gevallen dan dat ik op mijn surfbord stond. Het is eigenlijk toch maar niets voor mij. En hoe was het hier? Hoe was het met het golfspelen, Louisa? Ook niet zo denderend. Een kapotte ruit geslagen. Ik denk dat we allen moeten kiezen voor een gemakkelijkere sport. Oh, ja, chocolade eten. Ja! Snip, snap, snuit, verhaaltje is weer uit. Het was weer fijn bij jullie te mogen zijn.